Hallo iedereen, zijn jullie klaar voor vanavond? Vanavond weten we wie dat de winnaar is van de Gouden Schoen. Maar voordat we dat weten, kunnen we allerlei discussiëren over wie dat het kan zijn natuurlijk. De grotendeels denkt men Ruud Vormer. Pozuelo, Trossard. Nou ja, niemand echt van Anderlecht steekt er eigenlijk bovenuit. Maar dat komt wel in de toekomst. Vandaag neem ik je mee. En laat ik jou zien wie de meeste kans maakt voor de Gouden Schoen vanavond. Veel kijkplezier. Yo. Dus ja, de Gouden Schoen. Ik denk dat het meeste kans is Ruud Vormer, Hans van Aken, Pozuelo of Trossard. Ik denk dat dat echt wel degenen zijn dat er uitschieten van dit seizoen. Ik bedoel, Club Brugge was kampioen. Rijs Henk speelt nu zeer goed, maar dat is in het najaar. Maar... Rijsje Henk speelt echt ook wel goed. Dus ze maakt in feite ook wel een grote kans om, om een speler die ook de Gouden Schoen met Trossard, Pozuelo, wie weet ik dat nog allemaal. Trainer van het jaar gaat natuurlijk Philippe Clément of Yves Aleko zijn. Je moet weten, Philippe Clément is echt wel schitterend bezig met Rijsje Henk, ook Europees. Dus ja, het hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Het is spanning vanavond. En de vrouwenvoetbal, daar ken ik niet veel van, maar het schijnt dat dat ook een prijs is geworden, dus ja. Maar het zal geen vetten zijn, denk ik, van Anderlecht. Spijtig, helaas, maar ik denk dat het geen vetten gaat zijn, ja. Het moest beter zijn in Anderlecht. Het was een slecht seizoen ook, het was gewoon slecht. Maar met die nieuwe trainer, we hopen op beterschap en dat zal er wel komen. De genomineerden voor de Gouden Schoen zijn Hans van Aken, Alejandro Pozuelo, Leandro Trossard, Ruslan Malinovski, Mehdi Garcelaan misschien. Maar het gaat vooral voor Hans van Aken. Dus iedereen denkt, alleen de meerdeel denkt dat Hans van Aken gaat winnen. We zullen zien. Ik denk dat de winnaar Hans van Aken gaat zijn. Ik ben bijna zeker dat hem gaat zijn. Want Anderlecht komt dit seizoen er echt niet in een stuk in voor de feit. En het was echt niet goed. Dus ik denk wel dat het hem gaat zijn. En ik vind ook dat Philippe Clément de uitreiking krijgt van de trainer van het jaar. Dat ook. Dank voor de kijk. Iedereen een question op het dag.